Het volgende liedje heet Klavertje 4. Een tedere kalmte kust me, sust me, waardoor ik in het klein in mijn pijn kan berusten. Bewuste, vlees geworden twijfels uit dreigende tijden spreiden zich uit en verleiden me als een sprekende deken. Armen die verwarmen, zalvende woorden in een blik uitgesproken. Spoken gedachten door de ruimte en tuimel ik geruisloos de diepte in. Angst voor de dood echo door als ik me groot hou en mijn eigen vloot bouw. Van schepen die gedoemd zijn te stranden, geroemd om hun sierlijke kant, maar met zand in het kompas. Met piepende, krakende, zwiepende masten, die zich niet met wind laten belasten. En dus blijf ik op de kant, schuilend in de afstand, tussen willen en doen. Ga ik voor veilig verdriet of gevaarlijk plezier, zet ik mijn zinnen op een klavertje vier. Wat als ik met lachen steeds mijn tranen versier? Zet ik mijn zinnen op een klavertje vier? Heb ik met staren het ware in het vizier? Zet ik mijn zinnen op een klavertje vier? Durf ik te varen of wacht ik onmachtig op perfecte omstandigheden? Heb ik te vroeg gejuicht of buig ik te laat? Als schaamte weer in staat op mijn ruggengraat? Dan lijk ik gebukt te gaan onder ondraaglijke lichtheid en raak onlosmakelijk het zicht kwijt. Ik leg mijn dagen in de week en kweek machteloosheid. Veerkracht ben ik al een poos kwijt. En als alles hopeloos lijkt, dan rijpt in boosheid nieuwe energie. Maar te pas en te onpas verkwansel ik mijn kansen, dansend met beren op de weg. En ik leg me erbij neer op zachte, onvruchtbaar, geachte, verwaarloosde grond. En durf niet meer op te staan. Het is alsof ik blijvend in de antithese hang. In een vertraagde vlaag vraag ik me in deze af: durf ik ooit mijn angsten op te geven? Of klamp ik me voor altijd vast aan een hypothetisch leven? Durf ik ooit mijn angsten op te geven? Of klamp ik me voor altijd vast aan een hypothetisch leven? Durf ik ooit mijn angsten op te geven? Of klamp ik me voor altijd vast? Ga ik voor veilig verdriet of gevaarlijk plezier? Zet ik mijn zinnen op een klavertje vier? Wat als ik met lachen steeds mijn tranen versier? Zet ik mijn zinnen op een klavertje vier? Heb ik met staren het ware in het vizier? Zet ik mijn zinnen op een klavertje vier? Durf ik te varen of wacht ik onmachtig op perfecte omstandigheden? Een van mijn favoriete momenten op de dag is als ik de afwas aan het doen ben. Dan kom ik volledig tot rust en ben ik even één met het servies en het bestek. En op een of andere manier komen dan de meest prangende vragen en diepgravende gedachten bij me op. Luister maar. Als ik weer eens wankelmoedig de afwas doe en aan mijn neus wat schuim afveeg, besef dat ik stappen achteruit doe als ik gedachten te ruim afweeg. Dan zeg ik vluchtig tot mezelf: zelfs met je hoofd boven water verzuip je toch. Dus wees eens echt, maak schoon schip en kies het ruime sop. Maak schoon schip en kies het ruime sop. De zoete geur van zeep, het warme water glijdt door mijn handen. De sleur heeft me in zijn greep, dus ik probeer mijn aanwezigheid aan tijd te verpanden. En ik vraag me af terwijl ik een mes afdroog en ontspan in wat voelt als voorbij, zonder dat ik hier hoog moet beoog. Wat betekent daadkracht voor mij? Wat betekent daadkracht voor mij? Ik ben bij de laatste spullen aangekomen en ik weet dat acceptatie mij parten speelt. Ik kan wel blijven dromen, maar heeft dat ooit echt mijn hart geheeld? Heb ik genoeg mijn smart gedeeld?
In mijn mateloze teruggetrokken zwijgen heb op mijn hart van het lot tarten eelt. En zal altijd naar op stilte gokken neigen. En zal altijd naar op stilte gokken neigen. En als ik klaar ben, staat alles schoon en droog. Terug op een plek in de keukenkastjes. Alles weer op orde, evenals de tijd die omvloog. En ik heb jeukende handen. Plof het stof van de bank. Verschuil me in haar textuur. Schuif de inhoud van mijn kop aan de kant. En sta voor me uit, zolang als het duurt. En sta voor me uit, zolang als het duurt. Plof het stof van de bank, verschuil me in haar textuur. Schuif de inhoud van mijn kop aan de kant en sta voor me uit, zolang als het duurt. En sta voor me uit, zolang als het duurt. En ja, lieve mensen. Laatst zat ik zo op de bank, helemaal één met mezelf. Ik had inmiddels de televisie aangezet. En toen overkwam mij iets merkwaardigs. Je zou het zelfs rustig heftig kunnen noemen. En ik zou die kleine, intense geschiedenis graag met jullie willen delen met als het volgende liedje. Maar ik hoop dat dat kan in deze beep. Dat er hier een safe space is waar ik me kwetsbaar op mag stellen. Dus ik kijk even rond, mag dat? Ja, ja, ik zie een affirmatief knikje. Fijn. En het is ook goed, hè, om af en toe je interne trammeland te delen met andere mensen. Of zoals mijn oma altijd zei, een gedeelde smartie is een halve smartie. Vermoedend voetbal te kijken, een zaak van vermaak en poespas vermijdend. Lam op de bank en florerend in gelanterfant. Even was buiten dat niets relevant. Een gevalletje van spelen met een balletje. 22 mannetjes in een niemendalletje. En ze schoppen en ze koppen en ze praten maar. Rare fratsen, heerlijk om te gaan slaan. Zo zat ik dus, mijn brein met verzuim. Met poes op schoot en ik had een rijpe pruim. Tot mijn vriendin zich meldde en mij een vraagje stelde. Of ik kwam zodat ik mij naar de tafel snelde. Zo was het dat zij mij tot opletten maande. Zo serieus dus ik dacht, wat is hier gaande? Er viel een stilte, haar blik werd koket. En toen zei ze, ik wil kinky in bed. Oh jee toch, help, ze wil kinky. Help, ze wil kinky. Help, ze wil kinky. Wat wil je dan? Schatje, ik wil kinky. Help, ze wil kinky. Oh nee toch, help, ze wil kinky. Help, ze wil kinky. Schatje, ik wil kinky. En dus viel ik achterover van verbazing. Onze wijze van liefde bedrijven is toch niet saai? No. Oké, we doen wel altijd missionaris. Weliswaar op elk meubelstuk uit onze inventaris. Maar nu wil ze meer spanning tussen de lakens. Geen regulier geklier of zoete kusjes in de avond. Maar wat is kinky? Ach, je raadt het al. Mijn verbeelding sloeg op hol en dat ging gepaard met angst. Straks verzoekt ze me met klemtepelklemmen op te zetten. Of gaat ze dwepen met zwepen, kan ik me niet verzetten. Propt ze zo'n bal in mijn mond of bindt ze iets bij haar voor. En ja hoor, duwt ze het in mijn... Begrijp me goed, ik wil best wel iets nieuws proberen. Maar dat ik opensta voor alles wil ik niet beweren. Kortom, haar verzoek liet me peentjes weten. Deze avond voetbal kijken kon ik wel vergeten. Help, ze wil kinky. Grutjes, help, ze wil kinky. Wat moet ik nu? Help, ze wil kinky. Wat wil je dan? Schatje, ik wil kinky. Help, ze wil kinky. Oelala. Help, ze wil kinky. Hemeltje lief. Help, ze wil kinky. Wat wil je dan? Schatje, ik wil kinky. Iets wat bedremmeld had ik deze overdenking. En deze avond kreeg zelfs nog een wending. Want zoals je vast begrijpt, moest ik van de schrik bekomen. Maar waar het idee rijpt, kan ook ik gaan komen.
Misschien is het zo gek nog niet als je er pret in ziet. Opent het een deur die de sleur uit het bed verbiedt. Zo verdween de angst en kwam ik weer bij zinnen. Want ach, wellicht kunnen we rustig aan beginnen. Met bijvoorbeeld rollenspel of een beetje billenkoek. Stoeien met handboeien, maar wel geblinddoekt. Schalkse blikken, flikflooien en dartelen. In strakke leren pakjes elkaar laten spartelen. Of funzig fozen met zweepjes zachtjes slaan dan. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Iets nieuws proberen, ik durf het wel aan dan. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Boe hé, dat was met avondje wel. Ik dacht gewoon even rustig voetbal te kunnen kijken, maar niets was minder waar. Het ging van totale paniek naar een sensationele uitbreiding van ons minnespelrepertoire. Want ja, lieve luisteraar. Zo zie je maar, in korte tijd kan veel gebeuren. Eenvoud in ons bed is vanaf nu niet meer te bespeuren. Ja, ik wil kinky. Hoe, wat is dit spannend? Ja, ik wil kinky. Dit is zo nieuw voor mij. Ja, ik wil kinky. Maar het was best een goed idee. Lekker kinky. Ja, ik wil kinky. Hoe, wat is dit spannend? Ja, ik wil kinky. Dit is zo nieuw voor mij. Maar het was best een goed idee. Lekker kinky. Nou, ik ben blij dat ik dat even heb kunnen uiten hier. En overigens met dank aan de behoorlijk zwoele stem van mijn vriendin. En nou leek het me wel aardig om na deze iets wat pikante ontboezeming de volgende minuut te decoreren met een liefdesgedicht. Er is te veel dat me zorgen baart. Gisteren miste ik een boot die pas morgen vaart. En dat gebeurt mij vrij vaak. Zulke zorgen gaan pas weg als ik van ik een wij maak. Met elkaar het gevaar bestrijden in overgave aan de jaargetijden. Jouw hand belandt in de mijne en samen beramen wij hoe te verdwijnen. En jij, mijn liefste, er is te veel waar je bang voor bent, zoals de dood en haar plotselingen komen op een wrang moment. Of hoe het toeval zich op mij wraakt. Zulke angst gaat pas weg als je van ik een wij maakt. Met z'n tweeën de zeeën bevaren in overgave aan het ondeelbare. Mijn hand belandt in de jouwe en samen beramen wij hoe te vertrouwen. Dat is mijn laatste liedje en heet Stilte. Als regen tegen ramen slaat en dat samen gaat. Met ontwapenend gedonder kruip ik onder mijn pasgewassen dekens. Zie in hun gaasjes en hun rafelige draadjes een impasse opgetekend. Tekens smekend om gezien te worden, maar niet berekend op een harde door het spreken op gediende orde. Woorden die aan klanken slechts verloren gaan. Pas achteraf voel je zoiets van tevoren aan. In het zwijgen ben ik eigenaar van mijn stem, dus zegt men, wat ben je toch een mijmeraar. Ach, ik wacht liever, dan dat ik in elke ander een kans zie om mijn gelijk te halen. Sterker nog, het lijkt me toch dat woordenstrijd bedreigend wordt als met uiterlijk vertoon de toon toegeëigend wordt. Dus ik hou me kalm en blijf ongrijpbaar, maar in onkreukbaarheid van stilte ben ik strijdbaar. Kijk met je ogen dicht, luister, zonder oordeel, wacht af en tel tot 10. Want er komt veel bij kijken als je echt iets wilt zien. Kijk met je ogen dicht, luister, zonder oordeel, laat los en tel tot 10. Want er komt veel bij kijken als je echt iets wilt zien.
luisteren. Mijn naam is Teun van Laken en samen met producer Justus, ofwel Orphan Works, ben ik bezig met een album dat later dit jaar uit zal komen. Dankjewel ook aan Booster en alle mensen hier die voor de techniek hebben gezorgd. Hartstikke fijn. Ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken. En wellicht tot een volgende keer.